Op vrijdag 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. De Duitse troepen ondervinden op weg naar het westen weinig weerstand. Het Nederlandse leger is slecht voorbereid. Slechts op enkele plekken in Nederland, zoals bij de Grebbeberg, bij Rhenen, wordt weerstand geboden. Op 12 mei 1940 kondigt burgemeester Visser in Zeist de evacuatie af van de bewoners aan de doorgaande wegen. Huis aan huis wordt een militair bevel bezorgd. De bewoners kunnen kiezen: of zelf onderdak vinden bij familie of kennissen, of geëvacueerd worden naar Voorburg. De Duitse troepen, die bij Arnhem Nederland binnentrekken, moeten gebruik maken van provinciale wegen. Autosnelwegen zijn er nog niet. Via Oosterbeek en Wageningen arriveren ze bij de Grebbeberg. De strook tussen Wageningen en de Grebbeberg is een zwakke plek in de Grebbelinie en dat weten de Duitsers. Maar tegen alle verwachtingen in houdt het Nederlandse leger 3 dagen stand bij de Grebbelinie. Er wordt hevig gevochten. Pas op 13 mei moet de Grebbeberg worden opgegeven en de Duitsers trekken door Rhenen, door Doorn en Driebergen naar Zeist. Op diezelfde dag tekent burgemeester Visser de overgave van Zeist aan de Duitsers. De eerste Duitse troepen in Zeist worden gezien op 14 mei bij Boslust en bij het jongensinternaat aan de Krakelingweg. Om de strijd in Nederland te bespoedigen, laat Hitler op 14 mei Rotterdam bombarderen. In 1 kwartier tijd vallen 800 doden en verliezen tienduizenden mensen hun huis. Rotterdam staat in brand. Nederland beleeft 5 oorlogsdagen die ook in Zeist goed te merken zijn. De scholen gaan een paar dagen dicht, de leerlingen kunnen thuis blijven. De post wordt niet meer bezorgd, bij vele particulieren wordt de telefoon afgesloten. Het openbaar vervoer wordt geconfiskeerd door de Duitsers. Treinen, bussen en trams worden ingezet voor de bevoorrading van de Duitse troepen. Zeist komt in de zomer van 1940 onder bestuur van de Duitsers. Burgemeester Visser krijgt een Duitse baas, de ortscommandant. Duitse soldaten, marcherend over het rond, trekken regelmatig de aandacht. In het najaar van 1940 gaat Zeist min of meer over tot de orde van de dag. Duitse soldaten in de straten wordt een gewoon beeld. En je mag ze ook filmen. Op 6 september starten de heren van de Bund en Fürster de Zeister paardentram. Bij station Driebergen staat een ponytaxi. Vanwege het tekort aan benzine wordt in die periode veel gebruik gemaakt van paarden en ponies, maar dat zal niet lang duren. In november moet burgemeester Visser een bevel verspreiden om alle paarden in te leveren bij de bezetters. De Duitsers hebben ze nodig om hun troepen aan het oostfront te bevoorraden. De Zeistenaren stappen massaal op de fiets. Ook de firma Broederlet toont zich inventief en vrolijkt het straatbeeld op met nieuwe vervoersmiddelen. De Duitsers vinden het maar niks. Het is in hun ogen niet gedisciplineerd. Fietsen zijn veel gevraagd in de oorlog. Er worden ook veel gestolen. In de oorlogsjaren zullen ook veel fietsen door de Duitsers worden geconfiskeerd. Soms omdat het gewoon wel zo makkelijk is.
Later, in dat najaar, komt de trein tussen Utrecht en Zeist weer in gebruik. Het is een mooie rit door bos en weiland, langs Huis ter Heide, langs Groenekan naar Utrecht. De winter van 40-41 is een strenge. Op de ijsbaan Blikkenburg kan geschaatst worden. Dat kan lang niet altijd in de winter, want de baan vriest slecht dicht door opborrelend moerasgas. De baan van Blikkenburg wordt goed bezocht door de gegoede middenstand van Zeist. Om op de ijsbaan te mogen schaatsen heb je een abonnement nodig. De minder welgestelde van Zeist schaatsen daarom op de slotvijver of op een van die vele andere vijvers die Zeist rijk is. Ook het privézwembad van de buitenplaats Vollenhoven is dichtgevroren. Familie en vrienden spelen een partijtje ijshockey. De bezetter stelt de registratie van Joden verplicht. Ook in Zeist wordt al snel hun bewegingsvrijheid ingeperkt. De bezetting wordt grimmiger. In een motortaxi van garage Broedelet komt een bruidspaar aan bij het gemeentehuis, gevolgd door een stel gasauto's. Het is Rijk van den Kamp met zijn bruid. Ze gaan vandaag trouwen. De gasauto's waar het bruidspaar mee gekomen is, zijn voorzien van gasballonnen op het dak. Bij gebrek aan benzine zijn ze omgebouwd voor gasgebruik. Het gas kan je dan tanken bij het gasbedrijf aan de Steinlaan. Aan de overkant van het rond, op het postkantoor, hangt propaganda van de Duitsers. De NBM heeft met de Zeister tram de verbinding tussen Utrecht en Zeist weer geopend. Door gebrek aan particulier vervoer is het soms extra druk. De tram moet bij de spoorwegovergang in de Biltstraat wachten op een goederentrein met Duitse legervoertuigen. Dan gaat het door langs de Bilt, langs Hoedringen en Vollenhoven. Over de Utrechtse weg langs de Kroost naar de Oude Kerk. En op het rond linksaf de Slotlaan op. Eindpunt is bij station Zeist. Garage Broedelet probeert zo goed mogelijk service te blijven geven aan de fietsers en de automobilisten.
In de werkplaats sleutelen de monteurs nu ook aan auto's met vreemde nummerborden. Zolang het gaat, deelt de boekhouder wekelijks de lonen uit. Boven de garage woont garagechef Jansen. Jansen houdt in de achtertuin zijn groentetuin goed bij. Zeker nu door de oorlog de schaarste groeit. Hij heeft daar ook een kippenhok. Direct achter de garage ligt aan de waterige weg de oude haven. De firma Ekdom heeft hier haar schuiten liggen voor de verbinding met Utrecht en de Bilt. De zoons van Filmer Postuma kanoën richting het slot. En de Duitse terreur groeit gestaag door. In 1942 wordt de Jodenster ingevoerd. Alle Joden in Nederland moeten een gele Jodenster dragen, zodat de Duitsers hen op elk moment kunnen herkennen. En de Duitsers hebben veel sterke mannen nodig, voor graafwerk of om te werken in de wapenindustrie in Duitsland. De arbeidseinsatz wordt berucht. Regelmatig worden er razzia's gehouden om Joden en werkvaardige mannen op te sporen. Talloze mensen duiken onder, op het platteland, in de pensions van Zeist, op zolders en in geheime schuilplaatsen. De familie van Riesen woont in de villa Benesita aan de Montobanstraat. De van Riesens hebben 5 kinderen, maar zien toch kans om een Joods gezin op te nemen en een onderduikplaats te bieden. Benesita is een groot huis, gebouwd in 1888. Het heeft veel ruime kamers, een grote zolder en een goed verstopte schuilplaats. Vlak onder het dak heeft het Joodse gezin een eigen woonplek. Er is een slaapplaats, een wasplaats, een boekenkast, alles wat je nodig hebt om in deze omstandigheden te kunnen leven. Maar soms houden de Duitsers huiszoeking. Dan moeten de onderduikers zich terugtrekken in de geheime schuilplaats. Als het luik dicht is, valt het niemand op dat het huis zo'n geheim heeft. Maar dan krijgt in 1943 de familie van Riesen de schrik van hun leven. Er wordt een Duitse officier bij hen ingekwartierd. 6 maanden lang zal de officier deze slaapkamer in Benesita gebruiken. De villa wordt al bewoond door veel mensen. Het valt de Duitser nooit op dat het onderduikers zijn die op zolder wonen. Voor iedereen loopt het avontuur goed af. In het najaar van 1943 bouwen de Duitsers aan de Breulaan vlak buiten Zeist een grote betonnen bunker. De Duitse luchtmacht functioneert slecht volgens Hitler. Daarom ondergaat de Luftwaffe een grondige reorganisatie en de nieuwe bunker zal hierin een centrale rol gaan spelen. Op de bomvrije bunker worden ramen en balkons geschilderd om hem op een villa te laten lijken. Het is daardoor een opvallend bouwwerk. Vanuit de bunker wordt de Luftwaffe in een groot deel van West-Europa gecoördineerd. Juni 1944. De legers van Engeland, Amerika, Canada en Frankrijk bestormen met duizenden schepen de kust van Normandië. Dit is de invasie die de grote ommekeer in de Tweede Wereldoorlog zal betekenen. Ondanks vele slachtoffers slagen de geallieerden erin de Duitsers uit Normandië te verdrijven en op te rukken
ook naar ons land. Een paar maanden later, in Zeist, is het een drukte van belang op het zusterplein van de Evangelische Broedergemeente. Het Rode Kruis heeft hier een opvangcentrum voor evacuees georganiseerd. Broeder Kits, de evangelist van de Broedergemeente, verleent hulp. Samen met dokter Giesberger en honderden andere Zeister vrijwilligers regelt Kits dag in dag uit voor talloze passanten onderdak, voeding en verpleging. En soms ook een schuilplaats onder de vloer van de kerk voor onderduikers. Sommige delen van Nederland zijn al bevrijd in het najaar van 1944 door de geallieerden. De bevrijding van Zeist laat nog op zich wachten. De Duitsers geven burgemeester Visser de opdracht mee te werken aan een razzia om werklui te vinden. Die hebben ze nodig om een spoorlijn te repareren. Visser weigert en gaat in november 1944 met ziekteverlof. En hij duikt onder. De voedselschaarste dwingt ook de Zeistenaren creatief om te gaan met het kweken van gewassen. De grasvelden van de Broedergemeente worden ingericht als groentebedden en in de bermen van de Nassau-Oudijklaan worden aardappelen geteeld. Op de velden rond Zeist worden suikerbieten, roggen en tarwe geteeld. Kwekerij Abbing aan de Oudijkerweg verkoopt nu ook brandnetels. Het verzet tegen de Duitse bezetting heeft zich in de eerste oorlogsjaren al goed georganiseerd. Overal zijn knokploegen actief. De KP Zeist organiseert in januari 1945 een brutale bevrijding van een groep Joden die in het politiebureau gevangen zit. Na de oorlog wordt een reconstructie van de overval in scène gezet en gefilmd. De KP'ers verkleden zich als Duitse soldaten, regelen een vrachtwagen en melden zich bij de dienstdoende agent met een nepbevel. Ze werken de gevangen Joden hardhandig naar buiten en in de vrachtwagen. Pas als de vrachtwagen wegrijdt, wordt de ware toedracht aan de Joden verteld. Op de grens met Driebergen wordt de groep overgedragen aan het verzet in Driebergen en veilig ondergebracht. Ze hebben allemaal de oorlog overleefd.